Ja? En nu duw ik dus mijn ribben. Dit maar duw... in je zachte delen. Precies. Ja, mensen. Ja. Oké, zo. Juist. Ja? Ja. Jij gilt niet. Nee, natuurlijk niet, maar ik ben dat gewend. I want to make you scream. Vandaag duik ik in de Nijmeegse judowereld van de jaren 80, want in deze hal begon een groot judoka en hier zet hij zijn eerste stappen op de mat. Dit is een foto van het bekende judo-team Rio Nijmegen onder leiding van sensei Willem Visser. En onder zijn leiding werden ze vaak landskampioen, zowel als team als individueel. Gaan we door? Dit is Luc Mulders, dat is tegenwoordig een fanatieke saxofonist. En we zochten hem op tijdens een repetitie van zijn muziekvereniging. Heel erg belangrijk voor mijn hoofdgast, maar niet op de foto, is zijn broer Pim. Met hem zijn we een ochtendje gaan vissen. En dit hier is mijn hoofdgast van vandaag, Ben Spijkers. Hij won 19 nationale titels, WK en EK zilver en brons op de Olympische Spelen. Kortom, een echte judo-icoon. Hij was eigenlijk een beest, ja. Letterlijk en figuurlijk. Maar op de mat was het ook een beest. Hard en vuil. Het was ook wel een buitenbeentje. Maar hij deed precies waar hij zelf zin in had. Ben was vroeger zeer gedreven in het judo. En de judokas met wie hij moest judoen, die merken dat ook wel. Hij wilde altijd winnen. Je moet hem echt onder de mat trappen, als het ware. Ben was een vervelende judoka waar je niet van kon winnen. Hij was zeer energiek. Maar ik wil zeggen, en dan druk ik het positief uit. Als er één grassprietje maar beweegt, dan komt hij eronder uit. En zo was Ben ook. Hij bleef komen en gaan, tot het laatste. Ik kon hem een vol punt geven, maar ik kreeg er gewoon 3 terug. En dan 3 met een elleboogje hier tussenin. En dan was het klaar. Beklaard. Maar ik denk dat daarom ook juist zijn prestaties uit zo hoog zijn gekomen. Hè? Daarom zijn prestaties beter als eigenlijk van ons. Ben Spijkers wordt in 1961 in Nijmegen geboren en groeit op in een gezin met een oudere zus en een jongere broer. Als kleine jongen begint Ben met voetballen bij Blauw-Wit in Nijmegen. Als hij 11 jaar is, wil hij ook op judo. Dan klopt hij aan bij de Nijmeegse judovereniging van trainer Willem Visser. De sensei besluit in 1976 zijn eigen club Rio Nijmegen op te richten en verzamelt daarbij talenten als Spijkers om zich heen. De combinatie is zeer succesvol. Spijkers wint zowel individueel als met het team tientallen nationale titels. Ook internationaal pakt Spijkers veel medailles, met als hoogtepunt de bronzen plak op de Olympische Spelen van Seoul in 1988. Ben moet het nog even afmaken. Die laatste seconde, daar kan die. Want wat was die sterk vandaag. Hij had best in die finale mogen staan en moeten staan. Ben Spijkers behoort Ben aan de top. Spijkers. Hij krijgt de bronzen medaille. In 1994 eindigt zijn actieve judoloopbaan en maakt hij een kortstondig uitstapje naar de vechtsport Mixed Martial Arts. Toch rolt hij als bondscoach van Oostenrijk de judowereld weer in en maakt hij in 2003 tijdens het NK een comeback. Ben woont inmiddels in Duitsland, judoot nog steeds zijn partijtjes in de Bundesliga en staat al jaren als internationaal judo-scheidsrechter aan de top. Leuk, hier ben jij begonnen met judo dus. Ja. Maar dat is niet met de jongens die ik hier op de foto zie staan. Nee, die groep die hierop staat is eigenlijk wat groter, ook wat later zeg maar, bijeengekomen. We zijn eigenlijk voornamelijk judovereniging. Met Willem Visser zijn we naar Judo Rio Nijmegen gegaan. En die overgang van hier naar daar maakt het professioneler, wat mogelijk om wat meer te judoën. En zo is zeg maar, deze groep ook ontstaan zeg maar, van toch min of meer like, zeg, semi-professionele judoka's. En wat was dit voor groep? Een groep gekken, judogekken. Is dat zo? Ja. Leg uit. Hier gingen van 1 uurtje gingen naar 2 uurtjes, van 2 uurtjes gingen naar 4 uurtjes, van 4 uurtjes gingen naar 8 uurtjes. En er stonden in één keer stonden de hele week stonden te judo. Dus 6 keer in de week, 1,5 tot 2 uur per dag. En dat was natuurlijk ja, niet normaal. In Nederland werd hooguit, ik denk een uurtje of 4, 5.
per week judo. En er waren al de toppers. Dus iedereen hier was even gek? Die waren, zijn eigenlijk allemaal nog steeds licht gestoord, zeg ik altijd. En wat was jouw rol in deze groep? Ja, was je rol? God, dat is altijd zo'n beetje... Ik hou niet zo van pochen, dus... Maar ja, ik was toch wel een beetje de kartrekker. Ik denk, als je het zo mag je dat wel zeggen. Maar goed, uiteindelijk waren wij wel leuk met elkaar. We hebben wel heel veel plezier gehad. Heb jij zin om iedereen weer te zien? Dat lijkt me wel interessant, ja. Er zijn heel veel die ik niet, die ik jarenlang niet gezien heb. Zullen we even binnen gaan kijken? Ja, leuk. Leuk. Ik wil jou heel graag wat filmpjes laten zien van je oude teamgenootjes. Mm-hmm. En het eerste filmpje dat ik jou graag wil laten zien gaat over Luc. Luc Mulders. Ja. Luc Mulders uit Oosterhout is bezig met het opstarten van zijn eigen bedrijf voor innovatie in de zorg. En hij is judoleraar bij DVO in Lent. Verder speelt hij baritonsax bij de muziekvereniging Con Amore, waarmee hij optredens voorbereidt met Cor Bakker. Samen muziek maken vindt hij grandioos. Ik speel een baritonsax. Dat betekent ook dat je vaak met bassen meespeelt. En dat is ook natuurlijk een geweldig iets. En dan krijg je ook een beetje die lage klank erin. Ja, ik vind het een geweldig mooi instrument. Ja, het brengt emotie bij je teweeg van op momenten dat je speelt. Het geluid wat je eruit krijgt, de trillingen die je de sax voortbrengt, die voel je dan ook in je lichaam. Je speelt natuurlijk allemaal een eigen instrument, maar je maakt wel samen muziek. En dat is het leuke. En, ja, ik heb natuurlijk vrij lang individueel gesport, hè? En dit is juist iets dat je zegt van nou, geen individu, maar een samenspel. En dat vind ik heel leuk. Nou, met Ernst Daniel Smit heb ik gespeeld. We gaan nu een geweldig concert met Cor Bakker doen. Dus dat zijn wel namen die klinken in Nederland, maar ook bij ons. Dus wat dat betreft, top. Aan zijn judo-tijd in Nijmegen heeft hij goede herinneringen. Hij weet nog goed dat Ben een echte bikkel was. Het was wel iemand die altijd doorging, ook fysiek, maar ook mentaal had hij een hele sterke, een sterk iets dat hij dat gewoon kon doen. Hij was hard voor zichzelf, maar hij was ook hard voor anderen. En daarmee is hij denk ik ook wel de kampioen geworden. Als ik een instrument uit moet zoeken voor Ben, ik denk dat het dan een trompet wordt. Een trompet hebben we wel vaak de leading over een groep en over de muziek. Dus ik denk dat dat hetgene is waar ik ermee zou kunnen vergelijken. Of een harde trom. Vond je dit om te zien? Grappig hoe dat iemand zich door de tijd heen ontwikkeld heeft. En te zien dat hij met judo nog steeds bezig is. En dan toch even nog wat dingetjes vergeet van het judo. Ja, hoezo? Nou ja, hij zegt dat judo individuele prestatie is. En als hij goed nadenkt, dan weet hij dat zijn prestaties ook aan mijn prestaties hebben bijgedragen. Dus eigenlijk dat wij dat samen gedaan hebben. Dus dat het wel degelijk een teamsport is. En niet zoals hij nu eigenlijk vergeten is, dat het een individueel iets is. Ja. En hij vergelijkt jou met een trompet. Ja, jou ook leuk. Kan je daar een vinden? Nee, sorry. Nee? Ik vind die gitaar vind ik leuk. Ik speel ook een beetje gitaar. Leuk. Dus ja. Kampvuur, een beetje pingelen, een paar akkoorden. Dan kan ik ook wat muziekbegeleiding doen. En dan vind ik dat met mijn kinderen vind ik wel leuk, ja. Je bent echt van veel markten thuis. Want je speelt dus een beetje gitaar. Je rijdt heel intensief paard. Nou, heel intensief, ja. Je hebt 5 paarden toch thuis? Ja. In Duitsland. Ja. Ja. Bij ons zo huis. Vind. Ja. En natuurlijk nog actief als scheidsrechter. Judo, ja. Judo, ja. Nog. Druk bestaan, ja, klopt. Simone! Ik ben heel blij dat je er bent. Jij hebt Simone voor mij geregeld, want ik mag tegen jou judoën vandaag, hè? Ja. Maar zou jij me dan een beetje willen coachen? Ja, tuurlijk. Vast. En achteruit, Rob. En waarom maak je dat geluid met je armen?
Dat is niet geen geluid, dat heet het valbreken. Oh. En dat wat ik toen straks ook deed, dus als ik nu bijvoorbeeld... Je moet je voorstellen, dat is allemaal energie als je op de grond valt. Uh-huh. En als je die energie omzet in, laat ik zeggen, rollende energie, dan heb je geen impact. Ik vind het heel spannend. Ja, één. We gaan dansen. Zie je? Twee. Ja. En nu trek je met die kant. Hop. Ah, okay. En in feite is deze val... Nu heb je daar goed vast. Ja. Ik zeg al tegen de kinderen, vertel ik al, dit is de levensverzekering. Want als ik jou nou bijvoorbeeld werp, dan pak ik jou vast en ik maak bijvoorbeeld een heupworp. En ik werp jou. Hop. Ja. Doordat ik dit doe, kun je niet vallen. Niet hard vallen. Ja. Snap je? Dat voel je. Ja. Nou, dat is dus belangrijk. Hoe belangrijk was jouw trainer Willem Visser voor jou? Ja, erg belangrijk natuurlijk. Willem Visser heeft mij in mijn jeugdperiode zeg maar, de juiste technieken... We hebben net gesproken over technieken bijgebracht. Hij heeft mij een bepaalde mentaliteit bijgebracht. Wat was hij voor soort trainer? Ik denk dat je hij was heel erg nors in zijn hele aanpak. Dus hij kon wel lachen, maar moeilijk. En mijn natuur is vrolijk. Ik hou van lachen, ik hou van plezier. En dat hadden we op de mat hier ook. Dat was een meest belangrijke motivatie voor mij om überhaupt judo te doen. Dat vond ik echt gewoon leuk. Maar was en hij was lastig? Ja, we hebben ook aardig wat vrijvrijtjes gehad. Maar en toch blijf ik enorm veel respect voor de man hebben. Begin jaren 90 heb jij Ryu verlaten en ook Willem Visser. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Hele moeilijke stap. Hele, ja, voor mij in ieder geval had ik een stap. Ik denk van, ja, god, wat doe je nu? Daar heb ik ook lang over nagedacht. Ik heb veel met Willem daarover gesproken. En uiteindelijk, ja, toen bleek dat het niet meer met ons samen ging. En ik wilde doorgaan met judo. En toen heb ik gezegd van, oké, ik ga naar Peter Snijders. Dat was toen al mijn nationale bondscoach. En toen ben ik met Peter Snijders verder gegaan. En de reden, ja, die is zo divers. Dat kan je niet zeg maar, even zo snel vertellen. Maar we zijn gewoon uit elkaar gegroeid, zo zou je het best kunnen zeggen. Sushi, tsukuri, indraaien en nage, werpen. Dus als je die facetten nu in iedere worp probeert mee te nemen, kuzushi, tsukuri en nage. Ja. Uit balans halen, indraaien en werpen. Ja. Yes. Ik doe dit. Ja. 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 Hop. Ja. Beter, hè? Beter. Ja. 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 Mooi. Het is echt zoiets waar je zo helemaal zo in kan duiken. En dan gaat er een hele wereld voor je open, volgens mij. Mm-hmm. Is dat zo? Ja, je kan ook altijd nieuwe dingen blijven leren. Ja. En aan technieken blijven slijpen. Dat vind ik zelf wel leuk, daaraan. Dan op een gegeven moment denk je, kan alles, dan kan je, dat is nooit zo bij judo. Judo ben je nooit uitgeleerd. Nee, klopt. Nou ben jij op een gegeven moment mixed martial arts gaan doen in Amerika. Ja. Hoe kom je daarbij? Nou, de eerste keer was niet in Amerika. De eerste keer was in Japan. Ik had 3 Olympische Spelen gedaan. Ik weet niet hoeveel WK's, maar in ieder geval heel wat WK's. En dan wordt het op een gegeven moment ook een beetje zo van... Nou ja, je hebt ook wel eens een keer die wedstrijdsport dan binnen het judo gezien. Deed je dat mixed martial arts omdat je het zo leuk vond? Deed je het ook een beetje om het geld? Ik deed het primair voor het geld. En secundair omdat ik het ook heel leuk vond om eens een keer wat anders te trainen. Je moet ook een beetje de tijd mee hebben. Je moet de scheidsrechters een beetje mee hebben. Dat is bij judo ook het geval. Alleen bij deze sport is het wat meer. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat de een of andere judoka die eens een keer meekomt en meteen van de kampioen wint. Dus je dat dreigt. Ik vloer, ja. Ja. In het volgende filmpje gaan we terug naar de Olympische Spelen van 1988 in Seoul. Oké. Okay. Beide judoka's kunnen een voordeel scoren. Kapo geraakt in het gezicht. Nee, het is iets anders. Ze werd tegen elkaar gebotst. Geef me even een stukje te keuren. Ik denk nog wel. Gewoon. Zegt Ben Spijkers. Nou, dat komt niet vaak voor. Hij steekt goed in elkaar. Schouderworp. Ja, ja, tuurlijk! Yuko! Goh, wat is die sterk die Ben. Kijk eens naar zijn hoofd. Linker oogkast. Eventueel kan er een hechting in straks. En hij gaat naar de volgende ronde. Oh, let op. Mooi weggedraaid. Koka. Nee. Hij wordt weggewoven door één hulpscheidsrechter, maar de andere die houdt het erbij. Koka tegen Ben. Spijkers heeft hard gewerkt.
heeft alles gegeven wat hij kon, maar verliest met één kookkaartje verschil. En hij mag straks voor de bronzen medaille gaan vechten. Ja, vang hem op. Mooi, het is binnen ingezet. Vasari, half punt, geeft Kyprosesvili. Schitterende. Kijk maar, Vasari, een half punt in Joek over Ben Spijkers. Brons heeft hij gehaald in de klasse tot 86 kilogram. Fantastisch, Ben. Hij krijgt de bronzen medaille. Iedereen denkt van brons is geweldig, en maar het verschil tussen brons en goud is enorm. Je sluit beide winnend af, dus in die zin is het wel mooi. Maar goud betekent, was voor mij zeg maar dat wat ik nagestreefd had. En als je iets niet bereikt wat je graag wil, ja, dan ben je toch, hoe het ook bent, verkeerd teleurgesteld. Dus in die zin was brons voor mij gewoon niet dat wat ik graag wilde. Die kopstoot die je krijgt, heeft dat nog je prestaties beïnvloed? Nou, zeker, sowieso. Ik heb toen drie hechtingen, dus zeg maar echt krammetjes in mijn hier precies boven mijn oog gehad. Dat was op zich niet, de krammetjes waren niet het probleem, dus de hechtingen waren niet het probleem. Het probleem was dat mijn hele oog vol met bloed gelopen is en dat ik daardoor dus in mijn linkeroog gewoon niks meer kan zien. Hoe vind je het om jezelf zo terug te zien? Ik moest net bij, zeg maar, toen ik die coca tegenkreeg, moest ik weer eraan denken. Toen wist ik meteen weer waarom ik scheidsrechter geworden was. Want in die tijd waren de scheidsrechters werkelijk, goed bedoelende amateurs. En tegenwoordig hebben we gelukkig heel wat professionelere kwaliteit die nog beter moet. Denk jij dat je als je een betere scheidsrechter had gehad, dat je goud had kunnen winnen? Ja. Wauw. Goeie plek zeg. Ja. Het NK Judo in Rotterdam. Jij mag vandaag scheidsrechter zijn, heb je er zin in? Natuurlijk, ik vind het geweldig. Moeten we daarheen? Dus kijk, wat een mooie ambiance, een mooie hal. Ik denk dat we daarheen moeten. Ja, hè? Ja. Klopt het dat jij scheids bent geworden omdat je zelf altijd heel veel commentaar had op scheidsrechters? Ja, dat klopt. Ergerde jij je daar heel erg aan als judoka? Ja, heel erg, want kijk, judokas die trainen dag en nacht. Die maken veel trainingsuren, trainers veel tijd en dan komt daar een scheidsrechter zeg maar, die af en toe eens een keer zijn hobby een beetje doet. En dan in die tijd was dat zeg maar, veel minder professioneel als tegenwoordig en die maakte dan gewoon toch niet zelden behoorlijke fouten. Ja. En als jij daardoor je wedstrijd verliest, is het natuurlijk frustrerend, dat is logisch. Dus daar heb ik eens een keer gezegd, van, nou ja, ik kan ook laten zien dat ik het beter kan. Nee. Nee. Denk je dat het een voordeel is dat jij zelf ook gejudo'd hebt? Nee, absoluut. Zie je sneller foutjes bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt als je dat zegt. Je ziet dingen sneller. Daar zit ook een gevaar in. Want je ziet dingen sneller en je hebt een eigen mening, een eigen gevoel, een emotie. En emotie is natuurlijk als scheidsrechter een beetje lastig. Hè? De scheidsrechter die staat heel serieus te wezen en dat moet hij ook doen. Want er verliest altijd één judoka verliest. En dan moet je natuurlijk wel gewoon je façade houden en dat werk blijven doen wat je wil. Terwijl je soms heel mooi punt vindt bijvoorbeeld, mooie score vindt. Dat is soms wel eens moeilijk. Ja. Ik ga niet die kant op. Ja, oké. Sorry, ik moet weer. Ja? Ja, okay. Wat doe je nou als je naar zo'n schermpje zit te kijken? Op dat schermpje kijk ik eigenlijk weinig. Meestal kijk ik direct naar de mat. Ja. En als er nu situaties zijn waarbij je twijfelt aan iets of denkt van nou, dan wil ik toch nog een keertje terugzien, dan kijk ik meteen naar beneden toe. Dat scherm dat vertraagt de wedstrijd zelf voor ongeveer zo'n 5-6 seconden. Dus dan zie ik de exactezelfde actie zie ik nog een keer. En als ik dan nog een keer wil zien, dan druk ik nog een keer zeg maar, op een paar pijltjes. Dan gaat hij nog een keer terug en dan kan ik hem nog een keer zien. Dus ik heb de kans om iets 2, 3, 4, 5 keer te zien. Als het echt, zeg maar, dan spreek ik met een collega, komen wij samen, zeg maar, dat heet de meerderheid van 3 dan, komen we tot een bepaalde conclusie. En daarmee zou je dingen kunnen veranderen of ingrijpen, of, hè, zodat er betere beslissingen uitkomt. Maar het is en het blijft natuurlijk toch een jurysport. Ja. Ook al deel je het met z'n drieën. Ja. Hoe eerlijk is het? Het zou eerlijker moeten. Wij maken nog, zoals ik al zei, te veel fouten. Het kan nog veel beter. Wij kunnen bijvoorbeeld als scheidsrechters kunnen wij nog veel in educatie doen. We doen te weinig.
twee keer per jaar leren we wat. Een judoka die leert iedere week, leert een nieuwe technieken, leert een nieuwe beweging. Hij slijpt ze iedere dag, slijpt ze in. Dat doen wij gewoon te weinig. Dat zou nog veel beter kunnen, ja. Wat is jouw ambitie als scheidsrechter? Ja. Je mag helemaal losgaan. Nee. Wat wil je? Wat gaan we van je zien? Van mij? Ja, ik ben al een speler geweest. Ik denk dat het maximale is wat je als scheidsrechter kan doen. Ik heb een aantal WK's gedraaid, EK's gedraaid. Ik denk, wat dat betreft heb ik wel bereikt wat ik wilde bereiken. Dus ben ik ook in een gelukkige positie dat ik dat kan zeggen. Maar ik zou persoonlijk, wat mijn mens is dat zeg maar het algemene niveau van de arbitrage, dat het nog professioneler zou worden als het nu is. En dat we meer educatie, meer vorming, meer zeg maar know-how binnen de arbitrage krijgen. Waardoor de arbitrage natuurlijk ook nog serieuzer wordt genomen dan die nu wordt genomen. Het laatste filmpje, voordat je je oude clubgenootjes weer gaat zien, gaat over je broer Pim. Leuk. Pim Spijkers, met 49 jaar, de 4 jaar jongere broer van Ben Spijkers, woont in Limburg en is werkzaam in een TBS-kliniek. In zijn vrije tijd is er judo en vissen. Het buiten zijn langs het water en de kop leegmaken trekt hem aan. Met zijn broer Ben trainde hij vroeger veel. Mooie tijden waren dat. Tegenwoordig judoot hij nog met zijn 2 zoons bij de plaatselijke judoclub. En dat vind ik leuk, het is gezellig. Het is niet zo actief als dat het vroeger was, maar zeker zo leuk. Geef gewoon wat technische aanwijzingen tijdens de training. Trainer Gert-Jan geeft gewoon de trainingen. En dan loop ik daar langs bij. En als er ergens iets is wat de jeugd of de gasten die er rondlopen, dat die anders kunnen doen of het kunnen verbeteren, dan probeer ik die aanwijzingen mee te geven. Pim fungeerde vroeger in het topsportbestaan van Ben vaak als trainingsmaatje. En op deze manier trokken ze heel veel met elkaar op. Soms hoefde ik alleen maar achter op zijn rug te gaan zitten en dan rende hij 25 keer de berg op. Maar een andere keer dan moest hij een uchigomi training maken of een snelheidstraining. En dan vroeg hij of ik het pak aan moet trekken. En dat deden we dan. Ben Spijkers behoort aan de top. Hij krijgt de bronzen medaille. Ja, zeker ben ik trots op hem. Natuurlijk. Die heeft nogal wat bereikt. Nou, de Olympische Spelen meegedaan, medailles gehaald. Ja. Zo'n broer hebben maar weinig mensen. Ja, de mensen die konden nergens meer lopen of iedereen klampt die aan van je broer voor jou Olympische Spelen. En kijk goed en is je derde geworden. En, dat was wel aanwezig. Maar ja, het was wel vaker zo dat we natuurlijk in de prijzen vielen ergens. Maar Olympische Spelen, dat had al een apart stempeltje. Ja. Jullie hebben heel nauw met elkaar getraind, als broers opgetrokken, als judoka's. En toch heb jij je broer Ben al 3 jaar niet gezien of gesproken. Nou, wat is er aan de hand? Hè? Ik denk dat we gewoon uit elkaar gegroeid zijn. Dus, zoals op veel plekken in het leven. Dus, hij heeft zijn pad getrokken richting Duitsland. En ik heb mijn pad hier gelaten. En soms ook wel jammer, maar ja, als het niet kan, dan kan het niet. Hè? Ik mis hem wel en ik hou ontzettend veel van hem. Nee, en ik vind het erg leuk dat we ze alle keer kunnen verzamelen, zal ik maar zeggen. Dus daar heb ik wel zin in. Dan zie ik hem ook weer een keer. Kunnen we een keer een praatje maken. Dat is lang geleden. Leuk dat ik hem zo zie. Ik vind het altijd leuk om te zien. En ik weet dat hij veel van me houdt. En dat, ja, hij weet, ook al heeft hij daar wel eens wat moeite mee, weet ook dat ik heel veel van hem hou. En hij zegt ook terecht dat we ieder onze eigen weg zijn gegaan. Nu binnenkort is het de 18 december is mijn moeder is overleden. En dat is natuurlijk dat was een cruciaal moment. Door mijn moeder kwam ik nog vaak in Nederland. En ik was degene altijd die kwam. Ik ben ook toen ik in Oostenrijk zat, ik kwam steeds terug naar Nederland. Ik ging overal naartoe. En op een gegeven moment heb ik gezegd, ja, alles leuk en wel, maar ik heb geen zin om steeds de hele dag in de auto te zitten. En ja goed, als mensen dan niet komen, vind ik het ook prima. Hij betekent voor mij heel veel, nog steeds.
Alleen ja, ik kan het moeilijk vertellen als hij er niet is of dat we elkaar niet zien. En ik respecteer hem voor alles wat hij doet. Ook als hij die bewuste keuzes daarin maakt. Ik ga het hem zo weer zien. Ja, leuk. Fijn. Vind ik ook fijn. Heel fijn. Ja, mij vinden jullie dat allebei heel prettig. Ja, zeker. Dan hebben jullie elkaar gemist. Zullen we gaan? Ja, zeker. Doen we. Clubgenootjes, mag ik een heel hard applaus voor Ben Spijkers? Ja, voor jullie. Als goed? Als goed? Ja, zeker. Ja, meneertjes, ik vond het wel eens leuk wat je me vertelde. Ik heb er ook wat opgezet. Dus als je straks gaat kijken bij Omroep Gelderland, je ziet wat, dan moet je goed luisteren. Goed zo. En waarom? Omdat ik net zoveel van jou hou als jij van mij. Goed zo. Ja? Anders kijk ik wel. Joop. Jongen, waarom sta je hier achter? Je hoort helemaal vooraan te staan. Ja, nou ja, jij was een van mijn beste trainingspartners. Ja. Die vent was niet omver te krijgen en kwam altijd weer terug. Ja, ja. Dat klopt. Ja, jou moet ik nog een keer hebben eigenlijk. Ja, dat dacht ik al. Oké. Je krijgt er weer eentje terug. Zie je? Jongen, knap. Ik vind het, één, vind ik het top dat jullie hier zijn. Twee, vind ik het dat we moeten proberen om dit soort dingen niet alleen door dit soort dingen te doen, maar dat we ook meer zelfinitiatief kunnen tonen. Dat denk ik het leukste. En dan, zou ik zeggen, op ons. Ja. Op judo. Proost, jongens. En dat we nog lang mogen. Ja, dat sowieso. Helaas moet ik het met water doen. Het is inderdaad leuk om alle mensen weer een keer te zien, ja. Hij is niet veel veranderd, vind ik zelf. En hartstikke leuk om hem te zien, ja. Dan komen de verhalen van vroeger weer los. En dan is het wat minder heftig als dat het toen was. En dat is wel leuk. Alsof het van gisteren was. Dat moet ik wel zeggen, ja. Verhalen ophalen van elkaar. Als scheidsrechter vind ik hem super. Want als je ziet hoe de uitstraling is. Hij is echt correct met de punten aangeven. Heel duidelijk. Anekdotes natuurlijk al van wat ze allemaal hebben meegemaakt. Met judo en eromheen. Dus leuke dingen allemaal. Dan staat hij voor achter wat hij zegt, maar dat is, eigenlijk is het altijd al zo geweest. Altijd wat hij vroeger had, heeft hij nu nog steeds. En dan wilde ik gelijk even van de gelegenheid gebruik maken, want ik begreep dat er iemand niet bij is, Danny, die eigenlijk hier echt bij had gehoord. Ja. Jij bent zijn broer, toch? Ja. John, hoe gaat het nu met Danny? Het gaat redelijk goed. Tot 4 weken geleden hadden ze hem 3 dagen tot een maand nog gegeven. Het is nu 5 weken geleden, dus wat dat betreft is dat mooi meegenomen. Wat heeft hij? Hij heeft een hersentumor. En die is kwaadaardig. En die blijft groeien. Hij gaat nu voor een second opinion in Daniel Den Hoed ziekenhuis. En daar gaat hij woensdag, krijgt hij een scan daarvan. En dan gaan ze kijken of het inderdaad toegenomen is. En of het richting hersenstam gegroeid is. En daar zitten we op te wachten. Spannend. Dus het is heel spannend woensdag voor ons. Ja. Zullen we dan ook toasten op Danny en op broederliefde? Ja, absoluut. Ja. Cheers. 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 Op Danny. Op Danny. Ben, hoe vind je het om iedereen weer te zien? Gezellig. Ja? Leuk. Nou wil ik heel graag deze foto opnieuw maken. Oké. Dus aan jou het verzoek of jij iedereen weer op dezelfde plek neer wil zetten. Oh, moet ik weer hierheen komen? Clubgenoten, zijn wij weer klaar? En er mag gelachen worden. Zover het oude team van Ben Spijkers hier in Nijmegen. En volgende week trek ik mijn keeperstenue uit de kast. Want dan is Feyenoord-keeper Erwin Mulder mijn gast. En hij was jarenlang de eerste keeper in de Kuip. Maar moest dit jaar zijn plek onder de lat afstaan aan Kenneth Vermeer. Dat dus volgende week. Tot dan. Zo, ziet er goed uit hier, hè?